Graag. Nou, ik had jou gevraagd van, goh, wil je eens met mij praten over het werken als VA? Omdat ik heel vaak merk dat aankomende VA's de behoefte hebben om van anderen te horen hoe gaat dat nu? Ja, ze hebben er heel veel vragen Ja. over. En ik ben dus benieuwd hoe jij het VA-schap ervaart. Zou je eens willen vertellen, hoe ben jij gestart in het VA-schap naast je werk wat je al deed? Kun je daar iets over Ja. zeggen? Ja. Ik was al zelfstandig en ik bood administratieve diensten aan op zelfstandige basis, maar bij de klant op kantoor. Dus in die zin is het VA-schap voor mij eigenlijk een upgrade geworden van mijn ondernemerschap. Maar ik heb dan toch ook mijn focus verlegd op het gebied van de vaardigheden. Dus van pure administratie ben ik toch meer de focus gaan leggen op het online marketing en zichtbaarheid. Dus in die zin is het toch een echte shift geworden voor mij. Ja, en je werkte dus, hè, want jij woont in België, jij werkte dus veel Ja. op locatie van jouw klanten. En je Ja. had heel, ja, wat was jouw behoefte toen je startte als VA? Voordat je startte. De behoefte, ja, het plots. Ik had altijd al meer van thuis uit willen werken. En ja, met pure administratie vond ik dat toch wel vrij moeilijk. En door het VA-schap ging er een deur open naar veel meer thuiswerken. Vandaar ook die focus dan op de online zichtbaarheid. Dan is het perfect te combineren. Dus dat was Ja. de hoofddrive eigenlijk. En je doet nu nog je oude werk, doe je nog? Ja, ik heb nog een aantal van mijn bestaande klanten. Maar dat kost mij niet zoveel tijd per week. En ik vind het dan eigenlijk ook wel leuk om ze te behouden. Dus dan is een dag dat ik dan op kantoor ben. Dus dat is dan mijn sociaal contact ook voor een deel. Ja. En het is goed te combineren voor jou? Ja, absoluut. Ja. Fijn. En dan kun je vertellen, hoe vind jij jouw klanten? Dus mijn huidige VA-klanten zijn er gekomen. Via de VA Business Academy en eentje via marktonderzoek. Op het moment dat ik dan eigenlijk binnenkort terug klaar ben om nog een nieuwe klant erbij te nemen, ga ik deze keer zelf actief op zoek gaan. Ja, mede door de opleiding ben ik er ook niet meer bang van om zelf ideale klanten te benaderen. Ik werk wekelijks of probeer toch aan mijn eigen zichtbaarheid op de social media. Ik ben ook momenteel bezig met de website. Probeer ook actief te zijn op Facebook in de groepen voor VA's. Daar zie je ook vaak opdrachten voorbij komen. Dus er is, ja, je kan makkelijk, vind ik toch wel, als je een beetje moeite doet, klanten vinden. Ja, en er is genoeg werk voor VA's, vind jij? Ja, absoluut. Ik vind toch wel dat er genoeg werk is. Er zijn al heel veel ondernemers op zoek naar een VA. Maar er zijn er ook veel die het bestaan van een VA nog niet kennen. Dus het is ook aan ons om er enthousiast spread the word. Ja, En precies. eens ze ervan horen, hebben ze allemaal zoiets van: wauw, we wisten niet dat dat bestond. Dus ja, voor velen gaan er dan ook deuren open. Ja, Ja. precies. Ja, dat Ja. is ook waar als je het vertelt. En Ja. hoe is dat in België? Nog minder bekend dan in Nederland, absoluut. De meesten moeten 5 keer de naam uitspreken eer ze hem eigenlijk kunnen onthouden, VA. Dus ja, dat voel ik wel. Want kijk, onlangs een collega van mijn man, we zijn Nederlander en die kenden het dan wel. En maar al de rest, nee, nog niet. Dus Nee. we hebben nog een hele taak voor de boeg om te informeren. Precies. En zijn ze dan enthousiast als je het vertelt? Ja, absoluut. Ja. Eerst hebben ze zoiets van, ah, wat is dat dan precies? Maar als je dan inderdaad de bedoelingen uitlegt en hoe de samenwerking kan zijn, dan is het van, amai. Ja. En de voordelen vertelt eigenlijk? Ja. Dan zijn ze enthousiast. Ja. Ja, nou Absoluut. kijk, super positief. Ja. Ja. En wat brengt het werken als VE jou? Voor mij persoonlijk in de eerste plaats heeft het werken als VA nog meer vrijheid gebracht. En voor mij persoonlijk is dat juist ook prioriteit nummer 1. De vrijheid om vooral van thuis uit te werken.
Ik ga bijvoorbeeld elke dag rond 11 uur met mijn hond gaan wandelen. Dat kun je niet met een kantoorjob. Voor mij is dat ongelooflijk super. Als ik dan veel werk heb en ik moet dan al eens 's avonds, ik kies er dan ook voor om dan 's avonds een beetje te werken. Of sporadisch ook eens in het weekend. Maar het is steeds mijn eigen keuze. En die ik dan graag maak, in ruil voor die tijd overdag. Andere mensen, bijvoorbeeld, het is winter. Andere mensen kunnen bijvoorbeeld in de week niet met hun hond wandelen, want het is altijd donker. Of als je bijvoorbeeld, ja, misschien doe ik later wel eens een yoga-ochtendsessie om 10 uur. Of, dat kan allemaal. Uiteraard, ja, werken moet er gebeuren, maar ja, je beslist gewoon wanneer je het doet. En, ja. En dan nog een tweede bonuspunt uiteraard, door het VA-schap, wat het VA-schap mij ook gebracht heeft, is het toch het hogere uurtarief dan mijn activiteiten van voorheen. Dus dat vind ik dan natuurlijk ook heel mooi meegenomen. Geeft dan ook weer een klein beetje meer financiële vrijheid. Precies, ja. Ja, absoluut. Ja, en wat Dus heeft ja, het je vrijheid is persoonlijk het gebracht? kernwoord uiteindelijk. Pardon. Ja, vrijheid, zeker belangrijk. En Ja, vrijheid ja. in de breedste zin van het woord natuurlijk, hè? Ja, Ja. absoluut. Ja. Ja. En wat heeft het jou persoonlijk gebracht? Persoonlijk, ik zou zeggen, het VA-schap heeft mij niet zozeer persoonlijk iets bijgebracht, maar wel de opleiding om VA te worden. Dat heeft echt toch wel een persoonlijke ontwikkelingstraject geweest voor mij. Ja. Ja. Ik dacht al dat ik de complete goede ondernemersmindset had, maar ondanks het feit dat ik al ondernemer was, heb ik toch superveel bijgeleerd. Ja. Ja, nou super, mooi. Ja. En heb jij nog tips voor aankomende VA's of Ja, ondernemers überhaupt? de enige tip en de beste tip volgens mij die ik aankomende VA's kan meegeven is investeren in een degelijke opleiding. En niet zozeer een opleiding met allerlei tools, want dat zocht ik ook wel in de eerste plaats. Maar eigenlijk is het veel belangrijker om een goede opleiding te volgen die, waar de kernwaarden van een VA heel uitgebreid aan bod komen. En waar ook gewerkt wordt aan je eigen mindset. Want je hebt echt wel een goede mindset nodig om zichtbaar te worden, om te communiceren met je klanten. Dus dat vind ik zo niet het belangrijkste. Die tools, dat leer je gaandeweg wel. Ik was in het begin ook heel ongeduldig daarover. Maar de opleiding is zoveel waardevoller gebleken dan ik ooit had gedacht. Juist door dat persoonlijke traject, juist door te werken aan die mindset. Ja. Ja, mooi, dankjewel. En heb je nog tips voor ondernemers voor om met de VA samen te werken? Ja, misschien. Dat is nu een onverwachte vraag, maar Ja. ja, eigenlijk wel. Ook voor durf te investeren in een samenwerking met iemand die graag doet wat jij dan misschien niet zo graag doet of niet zo goed kan. Of wat gewoon voor jou tijd- of energieverlies is. Want er is altijd wel iemand die graag doet wat jij niet graag doet. En die het dan ook zoveel beter kan. Precies. Bouwen aan je bedrijf samen, hè? Ja, ja, Nou, super, dankjewel voor jouw bijdrage en je inspiratie. En Graag gedaan. ja, bedankt. Ik wens jou een hele fijne dag, Anja. Dank je wel en succes aan de toekomstige VA's. Dankjewel.